Ik heb nog een pakketje binnengekregen net. Dus zat ik op te wachten en ik hoopte al dat die zou komen. We liepen naar buiten en echt wat we zagen. Ik ga even hapjes maken. Want... No Harry Potato for you. Mag ik even schudden? Orlando wilde jou net een Harry Potato geven. Kelly, luister echt welk liedje er precies op de radio is voor jou. Goedemorgen. Goedemorgen, je zit me helemaal niet heel goed. Oh, daar ben je. Het is zaterdagochtend. En ik ben tv aan het kijken. Ja, slechts tv aan het kijken. En ik heb een patat ding gedaan voor mijn ontbijt. Heerlijk. Ja, zo klinkt het een beetje raar, maar we hebben van die stenen patatbakjes. Daar heeft ze de ontbijt in gedaan. Anders lijkt het net of je patat hebt gegeten als ontbijt. En we liggen even lekker samen op de bank in ieder geval zitten. Ik ga even lezen, Sarah kijkt even tv en we starten even lekker rustig op. En we gaan zo even lekker samen douchen, hè? Ja. Ja, daar heb ik ook wel zin in. Wil jij zeker mijn haar weer wassen? Ja. Vind je dat het leuk om te doen? Dat mag. En ik heb gisteravond al besloten dat dit gewoon best wel een eigen chill dag gaat worden overdag. Niet te veel doen. En gewoon een beetje hangen. Er moet altijd wel iets, maar... We gaan het echt tot het minimum beperken. Ik heb nog een pakketje binnengekregen net. Dus zat ik op te wachten en ik hoopte al dat die zou komen voordat ik de douche in zou duiken. Het is twee keer hetzelfde, maar ik denk ja, ik heb elke keer pech met maten. Dus stel het gewoon twee keer en dan gaat er gewoon één keer terug. Dan kijk ik welke maat beter is. Dus ik heb de XS en de S besteld. Ik zag deze trui en ik vond hem zo verschrikkelijk leuk. Hij is echt dik. Het is wel echt lekker voor de winter. Ik heb deze dus, die zag ik. Deze is van Selected Fan. Dat vind ik sowieso een hele fijne truien. Dus dat is deze. En die is natuurlijk mega bewerkt. Grote kraagsel. Ik vind dit dus ook echt heel erg leuk. Echt, ik vind hem geweldig. Maar ik heb dus de S en de XS besteld. Dus na het douchen doe ik even passen. Welke maat beter is. En dan gaat de ander terug. Ik denk dat we dat gelijk zo misschien wel even doen. Nee, ik moet zo nog heel snel een boodschapje halen. Maar het is stom. Bij de ene supermarkt in de buurt, dus dichter in de buurt, daar kan je dus niet verzenden. En bij de verdere supermarkt wel. Nee, ik denk dat dat dan maandag gaat. Naar die andere. En dat ik voor nu zo alleen even snel een boodschapje ga doen met Sarah. Het is ook echt zo verschrikkelijk koud buiten. Het is gewoon niet leuk. Gewoon die deur alleen al open doen voor de bezorger en je bent gewoon bevroren. Ik heb nu dus de XS aan. En die zit eigenlijk wel goed. Hij is echt wel, ik vind hem echt leuk. Hij is ook wel echt leuk om in een broek te doen. Ik heb die nieuwe donkerblauwe Levi's Mile High aan. Dus dit wordt wel de outfit van vandaag. Ik ga eerst mijn huid even insmeren. Dan nog even wat eten. En dan even wat make-up erop gooien. En mijn haar proberen even zoveel mogelijk lucht te laten drogen. Want Fena gaat dat zo pluizen bij mij. Welkom bij de volgende vlog. Het is vandaag zaterdag. En ik ben Isabelle. We liepen naar buiten. En echt wat we zagen. Sneeuwt! Ja, het sneeuwt gewoon. Ah, hopen dat het niet te glad wordt nu. Dus we mogen gelijk in de sneeuw naar de winkels gaan rijden. Nou, de wegen zijn natuurlijk nu nog begaanbaar, dus dat moet nu nog goed komen. En ik ben blij dat we nu gaan zijn, want als we een half uur later zouden gaan, dan kan er een heel pak liggen. Het zou alleen wel kort blijven liggen, want het zou dit weekend ergens gaan sneeuwen. Maar na het weekend wordt het weer rond de 6 graden hè, en dan is het ook zo weer weg. Ik ben ook blij dat we dat niet net een half uur geleden de deur uit ben gegaan en heb besloten om met de fiets te gaan. Want ik hou niet zo van sneeuw in de fiets. Of sneeuw in de fiets. Hey. Fietsen in de sneeuw, dat is ja, niet... En we zagen ook naar Denise. Ja, lekker hè? Ja.
Oh, we zijn weer thuis. Ja. En koud, nat. Ik heb een nieuwe orchidee gehaald. Hij is echt heel mooi. Ja. Zie je dat zo? Kijk. Ja, en we hebben pangzit. Die vind je belangrijk om te laten zien. Maar ik vond die orchidee zo mooi, want die andere die is echt opgegeven. Zo, ga je gelijk gooien, ja? Oh, Sarah, hang je jas maar even hier op. Dan kan die even drogen. En dan gaan we even snel die pangzit eten. Anders is die daar koud. We hebben een beetje met z'n drieën gekookt. Allemaal een stukje en om en om. En nu gaan we een van onze andere favoriete dingen eten. Ah, kijk hoe lekker. Bobotie met rijst. Ik ga even hapjes maken. Want Orlando en Kaylee komen zo. En dan gaan we spelletjesavond hebben. Alleen het is zo'n chaos op in de keuken. Want de vaatwasser stond vol. Dus die hebben we aangezet. En dan is dat allemaal op de aanleg nu. Echt super fijn, zeg maar. Not. Maar goed, ik heb gekookte worst gehad en pindaatjes en worst. Dus ik ga even zoveel mogelijk klaarzetten. Ze kunnen hier elk moment zijn. Dus dat is wat ik al gedaan heb. Zet hem al vast. Kijken. Wacht, als ik het gordijn open doe, dan kan ik misschien wat zien. No Harry Potato for you. Mag ik even schudden? Orlando wilde jou net een Harry Potato geven. Dat heb jij niet gepakt. Ik deed hard mijn best om jou te geven. Je en alles. Ik deed nog mijn best om hem toch te laten pakken. Ik ben met Orlando en Kaylee en het is weer spelletjesavond. En wij spelen Exploding Kittens. Hoe heet een jong schaap? Lam. Een lam, zeker weten? Zeker weten. En een jonge bok? Ik heb geen idee. Zijn jullie naam? Wellicht. Is Amsterdam de hoofdstad van Nederland? Soms. Weet je dat zeker? Absoluut. Wat is de hoofdstad van Frankrijk? Parijs. Wat is toch Rome? Je bent niet goed in je hoofd. Weet je zeker? Heel zeker. Ken je de hoofdstad van Italië? Nee. Oh, shit. Ben ik aan de beurt? Nee, jij is nu toch. Ken je de provincie van Zuid-Holland? Absoluut niet. Wat is de hoofdstad van Zuid-Holland? Rotterdam. Zijn jullie Den Haag? Ik zei Rotterdam. Weet je het zeker? Wellicht. Woon je nu zelf in Zuid-Holland? Tijd. Ben je wel eens in het zwembad geweest? Zo vaak. Echt nog nooit? Heel vaak. Ken je wel bikinis? Liever badpakken. Staat een bikini je goed? Vast wel. Staat een zwembroekje beter? Dat absoluut. Ken je een zwembad bij jou in de buurt? Meestal niet. Is het erg ver lopen? Heel ver. Hou je niet van zwemmen? Soms niet. Echt waar niet? Soms echt niet. Je vindt zwemmen wel leuk, toch? Soms. Heb je ooit wel eens gehoord van de 7 wereldwonderen? Van wat? Komen die voor in de 7 werelden? Ik weet niet wat de 7 werelden zijn. Nee, weet je dat zeker? Is dat zoiets als de 7 zeeën? Dus de 7 wereldwonderen bevinden zich op onze planeet, toch? Vast wel. Zei je nu ja? Ik zei vast wel. Zijn de piramiden een wereldwonder? Absoluut niet. Zei je nu nee? Ik zei absoluut niet. Weet je het zeker? Ik weet zeker dat ik dat zei. Er is een beeld van Zeus, is het beeld van Zeus een wereldwonder? Dat is geen wereldwonder, dat is een beeld. Zei je nu nee? Ik zei dat is geen wereldwonder, dat is een beeld. Ben je eens in een hoge toren geweest? Absoluut. En heb je langs de rand gestaan? Absoluut. En naar beneden gekeken? Zeker weten. Hoog, hè? Heel hoog. Was je niet bang? Een beetje. Heb je geen hoogtevrees? Absoluut niet. Waarom niet? Ja, geen idee. Weet je het zeker? Heel zeker. Zou je op 100 hoog durven wonen? Zeker weten. Zijn nu ja? Absoluut. Zeg mij na. Zeg mij na. Ik ben. Een. Koe. Koe. Zijn jullie, ik ben een koe? Absoluut. Is het echt waar? Zeker weten. Zeg mij nu na. Ja, ik ben een koe. Absoluut, ik ben een koe. Zijn jullie ja? Absoluut. Weet je dat zeker? Heel zeker. Dus je bent geen koe? Wellicht. Heb je wel eens darmkramp gehad? Elke dag. En het per ongeluk in je broek gedaan? Dat nooit. Zei je nu nee? Absoluut niet. Is dat vaak gebeurd?
Niet echt. Of maar een paar keer? Nooit. Schaam je hiervoor? Absoluut niet. Ik heb het ook wel eens in mijn broek gedaan. Jo. Schaam ik me nu? Vast wel. Zei je nu nee? Absoluut niet. Weet je het zeker? Absoluut. Ben je wel eens met de auto op vakantie geweest? Denk het niet. Weet je dat of, zeker? Ik weet het niet zeker, want nu ik erover nadenk, ja, ik ben wel eens met de auto. Wat is je favoriete bloem? Mijn favoriete bloem, dat is geen bloem. Wat zei je nu? Herhaal die naam eens. Het was geen naam. Heb je er wel eens eentje per ongeluk buiten geplukt? Niet per ongeluk. Groeien ze dan niet in de natuur? Ze groeien vast wel in de natuur, dat was gewoon niet per ongeluk. Weet je dat zeker? Dat weet ik heel zeker. Ken je een cactus? Ik ken cactussen, ze doen oud. Wel eens cactusnaalden in je vinger gehad? Niet in mijn vinger. Zei je nu ja? Ik zei niet mijn vinger. Deed het pijn? Ja, je wil niet weten waar. Als ik een grapje zie, dan ga ik de fout in. In welke maand begint de zomer? Weet ik niet. Weet je dat zeker? Vast wel. In welke maand begint de winter? In maart? Weet je dat zeker? Niet echt. Zei je nu ja? Absoluut niet. Ja, je zei echt ja. Niet echt. In welke maand begint de kou? Altijd. Weet je dat niet? Soms. In december toch? Kan. Zijn nu ja? Tijd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ah, echt gelijk. Hoe dan? Kelly, luister echt welk liedje er precies op de radio is voor jou. Niet huilen, droog je tranen maar. Kill. Hij zit in mijn vetjes te porren. Deed dat pijn? Soms. Wil je erover praten? Doe het nog een keer. Niet met soms jou. Pijn. Moet ik het nog een keer doen? Wil jij gewoon eens even je mond in? Heb je irritatie aan mijn mond? Af en toe. Oké. Wil je erover praten? Soms. Oké. Weet je hoe je hem kan laten stoppen met praten? Stop iets in zijn mond? Ben ik bijvoorbeeld? 69. 34 plus 35. Dirty voor was, toch? Orlando en Kelly die gingen naar huis. En toen kwam Marco precies ook weer thuis. Vooral die kwam net thuis toen wij klaar waren. En toen hebben wij de laatste aflevering van Bedosa gekeken. Echt zo naar uitgekeken. Alleen er komt nog een film. Dus ik heb nog niet dat gevoel van oké, het is echt klaar. Gelukkig. Maar goed, ik ga nu wel snel mijn bed in, want het is best wel laat ondertussen. Want we moesten zouden die aflevering kijken. Dus ik wil de vlog even afsluiten. Ik hoop dat het een beetje een leuke vlog was. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!